Moeren Magiesrat, welkom. Vandaag je eerste training hier bij Quickboys als assistenttrainer. Hoe was het vanavond? Ja, dankjewel dat ik welkom was. Het was niet mijn eerste training. Ik heb al anderhalf maand tijdens de coronaperiode heb ik al meegelopen. Edwin belde me op en hij wilde eigenlijk met de nieuwe staf tijdens toen de coronaperiode. Want het was natuurlijk wel een vervelende tijd. En ik zou pas vandaag beginnen. En toen had ik gezegd van hartstikke leuk. Dus ik loop hier al een tijdje. Alleen jullie hebben me niet gezien, want er waren heel weinig mensen. En het was gewoon trainen en huis. Precies, niemand mocht hier op het sportpark zijn, dus dat konden we ook nog niet zien. Nee, maar dat maakt niet uit. Dus bij deze. Dus in principe voor het nieuwe seizoen is dit mijn eerste dag. Maar ik loop al een tijdje bij de club mee. Dus, Dan kunnen we wel iets meer vragen over hoe je de afgelopen tijd hebt ervaren. Want het is voor jou ook weer een hereniging met Edwin Grunholtz. Hoe is dat om weer met hem te kunnen werken? Want jullie hebben eerder bij Westlandia samengewerkt. Ja, we hebben 4 jaar samengewerkt bij Westlandia. En toen ging hij deze kant op. En dus zijn we even uit elkaar gegaan. En halverwege het seizoen omstandigheden. Of tenminste omstandigheden. Dennis die door drukte stopte ermee. En Van der Plas die ging onder de 21 doen. Dus toen belde hij me op wat ik ervan vond. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk wel een tijd bij Haaglandia gespeeld ook. Dus Quickboys is natuurlijk wel een toonaangevende club. Mooie club, bekende club. En wel een paar keer tegen Quickboys gespeeld. En de entourage en als je ziet wat de supporters zijn, dan zie je ook weer vanavond. Ja, ik heb het natuurlijk bijna nooit meegemaakt. Met de eerste training dat er zoveel mensen enthousiast langs de kant staan met vuurwerk en de selectie welkom heten. Ja, dat zegt wel heel veel over de club. Op welke manier vul jij, of vullen Edwin en jij elkaar aan? Hoe is jullie samenwerking? Edwin, in principe is de samenwerking wel goed. We bespreken veel. Uiteindelijk weet je dat Edwin wel de beslissingen neemt. Maar we hebben het er wel de hele week over. Ik vul zoveel mogelijk trainingen in. Edwin is meer, zoals je hem ziet langs de dingen, is meer bezig met spelers individueel. En dan wil hij wel eens een praatje met die speler maken, een praatje met die speler. En dan leid ik gewoon de trainingen. Dus we weten allebei wat onze taken zijn. En ik weet dat hij de hoofdtrainer is en ik de assistenttrainer. Ze hebben het altijd gedaan. Ben je dan iemand die een beetje midden in de groep staat? Of sta je wat voor soort assistenttrainer ben jij? Ja, dat is lastig te zeggen, omdat ik niet weet hoe andere assistenten zijn. Was ook bij Westlandia en dat zal ik hier ook wel doen. Dat ik wel natuurlijk wel in de groep sta en ook de wisselspelers de aandacht geef. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. En het gaat niet altijd om de eerste elf. Want je moet 18 tot 22 man moet je tevreden houden. Dus ik ben zo eerlijk mogelijk en ik geef mijn adviezen en ik praat wel veel met jonge spelers. Wat ik zie, vertel ik eigenlijk. Dus zoiets. Je hebt zelf in het verleden, nog geen zo heel lang geleden, heb jij meer dan 200 wedstrijden in betaald voetbal gespeeld. Ja. Wat heb jij daaraan in de rol die je nu hebt in het voetbal? Maakt het dat anders dan als jij alleen maar amateurvoetballer was geweest? Wat is dat voor extra's wat jij hebt? Ja, voor mij is het niks extra's. Ik doe mijn ding en ik probeer de spelers zoveel mogelijk iets bij te brengen. En het kan een balbehandeling zijn, het kan even weglopen op het middenveld zijn. Ja, het is zeg maar de ervaring wat ik in al mijn jaren heb opgebouwd, dat wil ik overbrengen op de spelers. En dat, zoals vandaag zie je dat wel met positiespel, zie je dat dat balletje wel rondgaat. Nou, op een gegeven moment zak het even in, je praat even met een speler, even hoe je het beste kan lopen, hoe je het beste een balletje kan aannemen, hoe je het beste kan opendraaien. Dus daar ben je wel mee bezig, ja. Je hebt zelf tot vrij hoge leeftijd gevoetbald, tot je 40ste ongeveer, ook best hoog niveau in de topklasse, precies. Ja. Als de nood hoog is, ben je dan nog beschikbaar? Ja, weet je, kijk, voetbal is net een verslaving, weet je. En het kriebelt altijd. En je staat er nu ook wel langs de lijn. En toen viel er één uit. En denk ik, nou, misschien mag ik even meedoen. Ja, het kleine kind komt toch altijd in je boven. Maar dan moet de nood wel heel, heel hoog zijn. Dus, maar laten we hopen van niet. En ik heb vertrouwen in deze groep. Ik heb vertrouwen in de club. En het is mooi. Ja, nou, en als je zo'n massale, goede supportersgroep achter je hebt. Ja, en een aardig matje en een mooie entourage, dat kan het bijna niet mis. Dan even terug naar de voorbereiding voor nu. Die is dan nu een beetje afgetrapt. Dat gaat iets anders worden dan de afgelopen jaren, of toch ook weer niet? Gevoelsmatig wel, want normaal heb je vakantie. Hè, dan sluit je een seizoen af. Kijk, vorig jaar ook. Normaal heb je een avondje dat je afscheid neemt van spelers, wat ze ook verdienen. Je neemt afscheid van spelers, je verwelkomt nieuwe spelers. Dus dat avondje dat we met de selectie zouden hebben, is niet doorgegaan vanwege de corona helaas. Ja, je merkt nu ook wel, weet je, we hebben anderhalf maand met anderhalf meter getraind en al dat gekkigheid. Dus
Het is goed om bij elkaar te zijn. Het is goed om elkaar goed te leren kennen. En je merkt het ook aan de spelersgroep zelf. Maar ja, normaal heb je je vakantie. Kom je terug van je vakantie. Doe je voorbereiding. Hè, bekerwedstrijden en de competitie. Ja, en nu is het bijna wel hetzelfde. Alleen gevoelsmatig is het toch anders. Omdat je, ja, je begint weer. En ja, heel gek is het eigenlijk. Ja. 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 En wat voor invloed heeft het op de fitheid van de spelers? Zijn die misschien wel fit omdat ze langer hebben doorgetraind? Of juist minder fit, want geen wedstrijdritme? Nou ja, wedstrijdritme heb je niet natuurlijk. Want je hebt natuurlijk heel de tijd geen wedstrijd gespeeld. Maar qua fitheid, we hebben tijdens de coronatijd, voordat we vakantie hadden, hebben we echt goed getraind. We hebben de conditie goed op peil gehouden. We hebben veel met de bal gedaan. En uiteindelijk hebben we afscheid van elkaar genomen. En vandaag zijn we begonnen. En ja, je merkt toch wel dat de kwaliteit in de groep zit, de fitheid zit in de groep. Ja, en die zij hunkeren ook naar de wedstrijd. Ja, ze zijn nu ook wel klaar met trainen, dat snap ik ook wel. Ja. Dus vertrouwen in de voorbereiding en in de oefenwedstrijden straks? Ja, zeker, maar het is de voorbereiding zegt niet veel. Het is, je bekijkt spelers, je gaat kijken welke speler het beste bij welke positie past, et cetera. Het is gewoon puzzelen en kijken. Dus dat, maar ik denk dat dat gewoon hunkeren is voor hun naar de competitie. Ik denk dat dat wel het allerleukste is voor elke speler. Precies. En ook voor de supporters denk ik, we hebben er allemaal zin in. Ja, dat begrijp ik. Die hebben 2 maanden thuis gezeten, geloof ik. Dus ik snap wel dat mensen echt hunkeren om weer, wij zelf ook, weet je wel, lekker weer die spanning, lekker dat bal weer rollen, weet je, bij het publiek, zoals het was eigenlijk, ja. Dank voor je tijd, veel succes komende tijd. Ja, graag gedaan, dankjewel. Dank je.